Hallo, dit is Hans Roprechts van Eirans.be. In dit filmpje ga ik een korte uitleg geven van de verschillende soorten verven die bestaan. In het eerste compartiment heb je eigenlijk de verven die op tienerbasis zijn. Heel ongezond, altijd met een gasmasker gebruiken. En aan de andere zijde heb je de verven op acrylaatbasis. Ja, deze hoort eigenlijk ook bij tiener. En dan heb je telkens twee families die in de verven bestaan. Deze carrosserieverven zijn er op een dekkende basis. Dat wil dus zeggen, stel bijvoorbeeld zwart, je schildert het ene keer, het is volledig zwart. Rood, je schildert het ene keer en het is volledig rood. Ja? Die worden verdund door middel van tinners. Hier een verdunner. Je moet de combinatie kijken in functie van het type verf om een goede echting en verdunning en doorstroming in de airbrushspuit te hebben. Dat zijn dekkende verven en je hebt ook candy colors. Candies, dat zijn eigenlijk transparante kleuren. Transparante kleuren, als je een eerste laag zet, stel bijvoorbeeld je hebt een gele achtergrond en je gaat er een blauwe candy kleur over zetten, dan ga je eerst wel een groene schijn hebben en lichter aan gaat het donkere groen worden richting het blauw toe. Maar niet voor de tieners. Ik spuit zelden of nooit nog op tienerbasis wegens de ongezondheid en de reukhinder die je hebt om dat te doen. Ziet het aan het tweede aspect, dan zit je eigenlijk aan de watergedragen lakken. Ik spuit altijd met golden colors, of toch in 90% van de gevallen met golden airbrush colors. Deze bestaat ook in een dekkende kleur en in transparant. Hoe kan je het verschil zien? Heel eenvoudig, als je een potje koopt, staat hier transparent op geschreven. Staat het er niet op en het is volledig gekleurd, dan is het een dekkende kleur. Wat is het verschil tussen transparant en dekkend? Hetzelfde zoals dat is bij de tienergedragen verven. Dekkende kleur is, je zet er de laag op zoals hier rood op de muur is. Van de eerste keer is het rood en of dat je daar nu 10 lagen op zet, dat blijft hetzelfde rood. Voor geel ook, van de eerste keer is het geel, omdat je 10 lagen opzet, het blijft hetzelfde geel. Als je met een transparante kleur gaat spuiten, en bestaat in in een aantal types verven, dan krijg je een opbouwende fase. Met andere woorden, als je de eerste keer die verf gaat spuiten, geel, dat gaat niet lichtgeel zijn, maar dat gaat precies toch niet dekkend geel zijn, dus je krijgt wat meer marge om er een degradé of een kleurenverloop in te krijgen. Dat is dus eigenlijk het verschil dat je hebt tussen transparante kleuren en dekkende kleuren, allemaal op waterbasis, met andere woorden acrylaat. En dat kunnen we dan ook gewoon verdunnen met water. Heel handig ook om een spuitpistool uit te kuisen. Het kan gewoon met water gebeuren of een sopje van zeep. Zo, laten we even samenvatten wat de verschillende verven voor jou kunnen betekenen. Er zijn twee grote families, de verven op tinnerbasis en de verven op waterbasis. En binnen die families zijn er twee strekkingen. Je hebt transparante verven die opbouwen tot hun volle kleur komen en je hebt dekkende verven die van de eerste keer hun volle saturatie bereiken. Het is gewoon belangrijk dat je de juiste verf zoekt voor het juiste project. Ik zie je graag terug in een volgende film.